water is in heel de wereld is gebrek aan water. Dus als we vuil water schoon water kunnen maken, doen we het toch goed. Kloten, schone beken, een schone rivier. Dat wil natuurlijk iedereen. Van de hengelaar aan de kant tot iemand die lekker gaat zwemmen op een mooie zomerdag. Toch is schoon oppervlaktewater, de bron van ons leven, lang niet zo vanzelfsprekend als we denken. Onze samenleving produceert heel veel afvalwater, dat allemaal in het riool terechtkomt. Aan de grote schoonmaak van al dat vieze water heeft Waterschap Rijn en IJssel een dagtaak. Dat afvalwater dat komt van Vassenveld. Dat ligt hier achter de bosjes en achter de landerijen. In Vassenveld wonen zo'n 20.000 mensen en die produceren dagelijks afvalwater. En dat afvalwater komt via een heel stelsel van rioolbuizen hier terecht in de zuivering. En zoals je ziet zit hier van allerlei viezigheid in. Veel grof materiaal, zoals de beruchte vochtige doekjes. We zien bladeren die vanaf de straat in de putjes zijn gestroomd. We zien snoeppapiertjes, die waarschijnlijk ook vanaf de straat afkomstig zijn. En veel haren. Ja, dat spoelt natuurlijk door de doucheputjes. En die haren, die willen we beslist hier en in de volgende stap kwijtraken. Want als die verderop komen, dan verstoren ze het zuiveringsproces. Er zijn hier miljarden bacteriën die eigenlijk het grote schoonmaakwerk doen. We zitten hier in het biologische deel van de zuivering. En zoals je ziet worden die bacteriën belucht. En op die beluchting groeien ze lekker. En in dat groeiproces breken ze tegelijkertijd alle organische verontreinigingen die in het afvalwater zitten, breken ze af. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat het afvalwater schoner is geworden. Industrieën die hebben in hun eigen procesgang grote saneringen doorgevoerd, waardoor er minder chemicaliën vanuit dat soort bedrijven in het riool terechtkomen. En daarnaast gaan mensen ook wel bewuster om met wat ze door de gootsteen spoelen. Dit is Dij van Columbus. Dit zijn de membranen. Dit is een van de vele membranen die hier onder in deze bak aanwezig zijn. In deze membranen zitten ultrakleine gaatjes. Je kan ze niet zien met het blote oog. En de membranen zijn hol van binnen. Het afvalwater dat na deze biologische zuivering terechtkomt in deze bakken, wordt in de membranen gezogen. En al het slip en alles wat eraan vastzit blijft achter aan de buitenkant van de membranen. En zo krijg je een perfecte scheiding van schoon afvalwater en al het andere dat achterblijft. Vroeger werd zo'n 75% van de fosfaat en stikstof op de zuivering uit het afvalwater gehaald. En in deze zuivering is dat opgelopen tot 95% of meer. Allemaal dankzij de rietjes. Ik verwacht niet dat we in de nabije toekomst van ons gezuiverde afvalwater drinkwater gaan maken. Er is in Nederland eigenlijk weinig schaarste aan schoon oppervlaktewater en schoon grondwater. En daarom is het voor de drinkwaterbedrijven goedkoper om uit oppervlaktewater of grondwater hun drinkwater te bereiden. En niet uit dit gezuiverde afvalwater. Het zit ook een beetje bij mensen tussen de oren dat ze het een vies idee vinden dat het water dat de buurman gisteren nog door de wc spoelde, dat zij dat de volgende dag weer drinken. Waterschap is tegenwoordig technisch in staat om van afvalwater in principe drinkwater te maken. Klopt. Bent u daar voor of tegen? Ja, wie zou daar tegen moeten zijn? Vassenveld is daar een heel mooi voorbeeld van, maar we hebben de mooiste en modernste waterzuiveringsinstallatie van heel Nederland. Nou, als het goed gezuiverd wordt, niet, nee. Ja, dat vind ik wel een goed idee, ja. Zeker. Ja, er was zeker veel te veel water verspild, dus het zou een goed plan zijn. Ja. Als het bewezen is dat het goed is en dat het gewoon net als even goed als ander water is, dan zou ik dat wel drinken, ja. Ik vind het een prima idee.
Zeker omdat je toch met het milieu te maken hebt en naar een stukje duurzaamheid streeft eigenlijk. Moet je dat verder uitwerken of verder uitzoeken. Maar is het niet een beetje een raar idee dat u feitelijk uw plas van de dag daarvoor opdrinkt? Nee, dat is niet zo, want die plas is de plas niet meer. Het water is weer schoon en het schone water, dat kun je drinken. Nou, daar moet men niet te veel over nadenken natuurlijk. Maar ik vind wel een goed streven wat ze willen. Dat is wel een gek idee, maar ja, als je weet wat er in een koket zit, is het toch ook raar om dat op te eten. En dat ijsje. Ja. Dat is misschien in de toekomst dan ook wel gemaakt van afvalwater. Ja, dat klopt. Ja, er wordt niet bij nagedacht, maar ja, het zou inderdaad kunnen. Blijft ijsjes kopen? Ja, zeker. Zijn ze veel te lekker voor, dus. Schoon water is van levensbelang. Voor onze gezondheid en voor de natuur. Alleen met schoon water valt er voor iedereen wat te genieten. Als Waterschap Rijn en IJssel werken we er hard aan om het afvalwater schoon te maken, zodat we het veilig kunnen lozen in beken en rivieren. Met strengere regels en nieuwe technieken hebben we de afgelopen jaren goede resultaten geboekt. Maar het is nog lang niet voldoende. Ons oppervlaktewater moet nog schoner. Heeft u daar ideeën over? Wilt u rechtstreeks invloed uitoefenen? Stel u dan beschikbaar voor ons algemeen bestuur. Kijk op onze website kiesvoorwater.nl. Kies voor veilige dijken, kies voor schoon water en kies voor een leefbaar landschap.